Ik ben Stijn, ik ben 23 jaar en maagd. En in deze laatste aflevering ga ik op date met drie jongens, schuif ik aan bij een maagdendiner en krijg ik eindelijk antwoord op mijn brandende vraag: moet ik ontmaagd worden? Dit is Jong Geleerd Nooit Gedaan. Oké, heel eerlijk, ik heb een teringhekel aan daten. Maar mocht ik ooit een leuke vriend willen, is het stap 1. En aangezien de restaurants gesloten zijn, wijken we uit naar een, jawel, alpaca verzorgingsboerderij. Daar heb ik 3 blind dates met verschillende jongens. Wat zij nog niet weten, is dat ik maag ben. Dus dat ga ik ze op onze eerste date vertellen. Mijn god. Hallo. Hallo, hoi. Hoi. Holy shit, sorry, ik zie er niet uit nu waarschijnlijk, maar... Oh, wat lief. Hoi. Douwe. Stijn, hallo. Leuk je te leren kennen. Insgelijks. Wat doe je in het dagelijks leven? Wat doe ik in het dagelijks leven? Ik studeer cultureel erfgoed. Ja? Dus, UvA? Aan de Rijnwaard Academie, dus van de Kunstacademie van Amsterdam. Oh, god. Hoi, koffie trouwens? Zullen we even naar buiten? Ik heb het echt bloedheet. Ja? Oké, okay, let's go. Hoi. Hallo. Oh god, dit ding. Hoi. Wat ben je knap. Dankjewel. Ik ben Stijn. Ik ben Alex. Hoi Alex. Aangenaam. Ja, chill dat je er bent. Nou, dankjewel. Hoe oud ben je? Wat denk je? 25? Nee, ik ben 21. Echt? Ja. Oh, je lijkt wel ouder. Nou, dankjewel. Ja, dat is nu nog een compliment. Ja, nu nog wel. Hoe oud ben jij? 23. Oké. Okay. Ja. En waar kom je vandaan? Amsterdam. Oké. Okay. Waar woon jij? Ik woon in Arnhem. Arnhem? Maar ik kom zelf uit Venlo, Limburg. Wat studeer je? Ik doe een opleiding make-up en hair voor film en theater. Dus al die special effects dingen die je ziet in horrorfilms en dat soort dingen, dat is wat echt? Ik leer. En dan ook, oh, hey, poes. Nee, oh god, ik ben allergisch voor katten. Ach, kom hier. Poes? Lievelingskleur? Zwart. Ja? Ja. Oh. Ja. Hé, hey, maar date je eigenlijk vaak? Wel regelmatig eens op date geweest, maar ook nog niet dat het... heel hard van stapel loopt. Want eerst je dates en zo en dan daarna denken, mij niet meer bellen of? De ene keer vind jij iemand anders leuker dan die andere jou vindt en dan is het weer andersom. Dus sta ook een beetje zijn balans te vinden. Maar wat ook heel vaak wordt gezegd is, zeg maar dat je pas bij date 3 ga je pas met iemand naar bed. Weet je wel, er zijn ook van die ongeschreven regels. Heb je daar scheid aan? Heb je bij date 1 al dat je denkt, laten we lekker gaan? Kijk, natuurlijk gebeurt het wel eens dat je op de eerste date met iemand naar bed gaat, maar ja, je hebt dan soms wel dan misschien al iets meer verantwoording naar iemand af te leggen als je het daarna minder toch niet zo leuk vindt. Ik ben maagd. Ja. Wat vind je daarvan? Ik vind het zelf niet erg. Ik bedoel, het is vaak dat ik met jongens heb gedate die nog nooit iets met een jongen hadden gedaan of zo. En dan doe je het gewoon rustig aan. En ik vind het heel goed. Ja, je moet gewoon goed naar iemands grenzen luisteren. Want wat ik zelf daar gewoon heel belangrijk in vind. Je moet iets pas doen als je echt denkt, leuk, ik heb zin om dit te doen. Zolang je dat gevoel niet hebt, moet je het ook niet doen. Mijn eerste indruk van Douwe. Nou, ik vond hem leuk. Ik vond hem spontaan. Mooi gezicht ook wel. Ja, mijn eerste indruk was eigenlijk wel goed. Op romantisch vlak, nee. Vriendschappelijk met een biertje in de kroeg, als dat weer kan. Ja. Hoi, dit is de voicemail van Stijn. Laat je ontmaagding achter na de piep. Ik was 15 en ik had mijn allereerste serieuze vriendje. En het gebeurde eigenlijk in de tuin bij mijn ouders. We waren best wel zat. En ik vond het een soort van anticlimax. Het boeide me op dat moment niet heel veel. En uiteindelijk is dat wel gelukkig bijgedraaid. Ik ben nu ook nog steeds samen met dezelfde jongen. En dat terwijl ik 24 ben. Ik ben nog maagd. Oké. Okay. En 23. Oké. Okay. Niks mis mee. Nee? Nee, absoluut niet. Wat vind je ervan? Nou ja, iedereen explore op zijn eigen moment, denk ik dan. Ik heb het gewoon heel hard geforst, omdat ik gewoon niet, zeg maar, omdat ik een heel erg stigma kreeg vanuit mijn vrienden. Omdat ik mezelf echt heb geforst om seks te gaan hebben met iemand of zo. Zeg maar, dat ik gewoon letterlijk hoe oud was je toen? Ik was toen 16 of 17. Oh ja. En dat is echt bizar jong om, zeg maar, gewoon seks te hebben met iemand. Dus op je 23ste, dat is alles behalve raar. Je bent gewoon aan het exploren op je eigen tempo en je wil niks voorstellen. Dat is alleen maar gezond, naar mijn mening dan, zeg maar. Want ik heb gewoon
Ik heb het iets te snel gedaan, laat het daarop. Ja, heb je spijt van je eerste keer? Zeg maar van, wanneer mijn eerste keer is gebeurd, nee. Maar hoe mijn eerste keer is geweest, wel. Nee, want dat is inderdaad ook wat je... Nou, die lama die heeft ook... Dit is een lama, toch? Ja. Of niet? Ja. Was dat geen andere? Ik... Nou, net helemaal over je eerste keer en nu ben ik weer afgeleid door een lama. Sorry. Is oké. Okay. Maakt niet uit. Mijn eerste indruk van Alex. Heel knap. Hij had een goede baard, had een mooi gezicht. Hij was heel spontaan. Dus mijn eerste indruk was heel goed. Ik zou misschien wel met hem op tweede date willen, ja. Hij was gewoon heel leuk en achterlijk knap. Dus, ja. Hallo. Hallo. Hoi. Sorry, ik moet echt ontwaken. Hoi, ik ben Stijn. Hoi, Jochem. Hoi, hoi Jochem. Wat ben je lang? Ja, dat klopt. Ja, dat zeggen ze ook altijd tegen mij. Maar ja. Hoi, wat fijn dat je er bent. We gaan stront scheppen. Gezellig. Romantisch. Ja, ja, leuk. Hoe oud ben je? Ik ben 21. Oh, 21. Oh, je lijkt jonger. Oh. Ja, ik ben 23. Dankjewel, denk ik. Ik weet niet of ik dat iets positiefs nu vind. Nog, ja, is een compliment. Hoe oud ben je? 21. Ik ben 21. Woon je? Ik kom uit Nijmegen. Nijmegen? Ja. Oh echt? Ik hou van Nijmegen. Ja, hou je van Nijmegen? Ja, mijn beste vriendinnetje woont daar. Studeer je in Nijmegen? Ja, ik studeer in Nijmegen. Wat doe je daar? Pedagogische wetenschappen. Oh echt? Ja. Is dat uni? Ja. Dit is mijn laatste. Ik vind het mooi zo. Nou, mooi. Toch? Ik ben Zijn we klaar hier? Zullen we daar dan even zitten? Prima. Maar vaak wordt gezegd, bij date 3 dan ga je naar seks toe met iemand. Ja. Doe je dat bij date 1 ook wel eens? Nee, absoluut niet. Ik vind het ook wel dat het nog iets waardevols moet blijven. En ik ben... Nee, meestal komt het er gewoon niet van. Want heb je vaak seks? Nee, nog nooit. Ja. Ben je maagd? Ja. Ik ook. Nou, wat fijn. Echt? Oh, ja. Want Ja, omdat je dacht dat ik vaak op dates ging. Ja. Ja. Ja, nee. Maar vind je dat lastig? Nee, ik ben er oké mee. Het is er niet van gekomen. En natuurlijk als je, ja, je zegt zelf, je hebt eisen. Je kan ook die standaarden verlagen, Grindr downloaden en gaan. Ja. En dan komt het op je pad, maar ik wil dat niet. Nee. Dus dan, ja, waarom zou ik dat dan doen? Zo, het is ook maar seks, denk ik dan. Daar draait de wereld niet om. Mijn eerste indruk van Jochem was dat ik hem wel spontaan vond. Heel open. Hij was heel vrolijk en heel energievol. Ik vond alleen dat klik er niet echt was. Of er was wel een klik, maar niet een romantische klik. Dus ik vond hem heel leuk, heel open, heel, weet je, heel lief. Maar voor een tweede date, denk het niet. Eigenlijk viel dat daten best wel mee. Ook reageerden de jongens heel chill en gaf Jochem zelfs toe ook maagd te zijn. Blijkbaar heb ik het te spannend gemaakt voor mezelf en was ik de enige die het een groot ding vond. Misschien moet ik toch maar weer een dating appje downloaden. Ik was 23. Ik was zo'n 3 maanden met een hele leuke jongen aan het daten. Ik zag er niet echt een relatie in, maar we hadden het gewoon fijn zoals we het hadden op dat moment. Van het een kwam het ander en toen heb ik mijn eerste keer gehad. Vrienden van mij zeiden altijd dat ik veel te kieskeurig was voor mijn eerste keer. Maar voor mij was het gewoon heel belangrijk om het met iemand te doen die me een fijn gevoel gaf. Uiteindelijk is het een hele fijne, lange avond geworden en een nog mooiere herinnering. Iedereen hier aan tafel is maagd. Dit zijn Selma, Ruud, Busra en Sam. Welkom bij het maagdendiner. Wat fijn dat jullie er allemaal zijn, jongens. Thanks, wat zien jullie er goed uit. Ja, want we zitten hier natuurlijk met z'n allen achter deze tafel, want we zijn maagd. Verzwijgen jullie dat ook wel eens? Nee. Niet? Want zou je ervoor moeten schamen dan? Nou, ik heb me er best wel een tijd voor geschaamd. Ja. Dat is ook waarom ik dit wilde maken. Omdat ik dacht, ja, weet je, ik ben 23, ik heb nog geen seks gehad. Iedereen in mijn omgeving wel. Ja. Nou, ik weet niet, als je het zo benoemt, van oh, iedereen achter deze tafel is maagd, dan denk ik wel van, wow, je plakt wel meteen iets op mij, terwijl ik het niet zo zie of ervaar. Maar ik merk wel hoe ouder ik word, hoe meer ik vind van, wil ik hier antwoord op geven of niet? Dus als jij zeg maar zegt, ja nee, ik ben nog maagd, dan is er al meteen een afstand of zo. Maar hoe creëer je daarmee de afstand? Is dat dus omdat je niet kan meepraten over dat onderdeel van het leven? Dus dat je niet kan meepraten over seks? Ik denk hoe er naar me gekeken wordt, dat vooral. Dus dat het heel erg om seks dan draait. Wanneer kwam dan dat moment voor jullie dat je dacht, weet je, ik ben maagd, prima, het is geen geheim meer?
in principe eigenlijk altijd al. Ik deed het niet geheimzinnig over, wat dan ook. Als iemand aan mij vraagt, ja, dan, wat moet ik anders doen? Gaan we over gaan liegen? Ik sta zoveel stappen al ervoor dat ik kan niet eens zeg maar voorstellen van... Ja, ik mis iets in het leven of weet ik veel wat. Omdat ik gewoon, ja, ik ben helemaal dat proces helemaal niet aangegaan. Dus voor mij is het gewoon vanzelfsprekend dat het zo loopt. En I'm okay with it. Ja, ik denk dat het niet vanzelfsprekend is om het wel of niet te zijn. Terwijl iedereen ontwikkelt zich heel anders. En ik denk dat er heel veel pubers ook, ja, die zijn er gewoon nog niet aan toegekomen. En ik denk dat dat ook, omdat we dus creëren dat dat niet normaal is. Omdat iedereen op zijn 14e, 15e of misschien eerder seks zou moeten hebben. Of een relatie zou moeten hebben. Wordt het denk ik ook gezien als taboe en schamen mensen zich ervoor. Ja. Ik denk niet dat het nodig is, want iedereen heeft zijn eigen pad daarin. Ik vind dat wel een heel interessant wat je zegt. Want toen ik puber was, toen was het voor mij ook wel heel anders dan nu. Klasgenoten, vrienden kregen allemaal dan een eerste vriendinnetje en zo. En dan krijg je dan die verhalen die zij dan hebben en ik dan niet. Ik weet nog heel goed toen zeg maar jongens bij mij op de middelbare school 16 waren. Toen hadden ze het over, oh ik heb één chick gevingerd en hoe zit het bij jou? Ik kom zo vaak mensen tegen in studentenleven en zo. Die zeggen van, oh ik heb weer dit en dat en dit gedaan. En dan willen ze heel leuk dat ik erover mee ga praten. Maar ik zeg ook altijd heel eerlijk zo van, ja, ik weet er niet heel veel van. Ik heb het nog niet gedaan. Ja, en wat zeggen ze dan? Had ik niet verwacht. Maar heb je dat dan ook als meisjes jou dat vragen? Heb je daar moeite mee? Nee, niet echt. Nou kijk, mocht het een keer zo ver komen dat er dus weet ik wel, een meid in bed ligt en die vraagt ook van, heb je het ook eerder gedaan? Ben ik ook gewoon heel eerlijk, nee. Ben je wel eens op dat moment gekomen? Nee, niet echt. Nou, ik heb al een keer met iemand bed gedeeld, om zo te zeggen. Maar er is niet heel veel uitgekomen of wat dan ook. Wat zouden jullie maagden die nu kijken willen meegeven? Schaam je er niet voor? Als je het heel graag wilt, komt het echt wel vanzelf een keer op je pad. Blijf gewoon jezelf, het komt vanzelf. En doe het wanneer je er klaar voor bent, ja. En ik zelf zou ook willen meegeven, praat erover. Weet je wel, begin het gesprek, ga met vrienden en familie erover praten, zodat je... Ja, en kijk elkaar ook niet raar aan als je het niet hebt gedaan. En ik vind ook, de enige aan wie je iets te bewijzen hebt, ja, dat ben je zelf. En zorg er gewoon voor dat die eerste keer onvergetelijk wordt. Jongens, cheers to... Oh my god! Tja, moet ik ontmaagd worden? Ik weet in ieder geval dat ik niet voor altijd maagd wil blijven. Want ook ik ben benieuwd naar de eerste keer. Maar ik wil pas ontmaagd worden door een jongen die ik leuk vind op het juiste moment. Niet wanneer de maatschappij vindt dat ik het moet doen. Nu mijn schaamte weg is, merk ik ook dat ik minder druk voel. En ik heb niemand ontmoet die echt vond dat ik me moet laten ontmaagden. Dus misschien zat het wel gewoon in mijn eigen hoofd. Kortom, er is gelachen, maar nog steeds niet geneukt en dat is helemaal oké. Okay.